Annelies. Ja, we gaan het hebben over het en de. Het en de woorden. Waarom doen we dat? Ja, iemand heeft een vraag ingezonden van hoe zit het nou met de of het. Dus, als jij ook een vraag hebt, zet hem in de reactie hier beneden of laat het ons weten via een appje of de Facebookgroep. Ja. De en het woorden. En we weten, het is best wel moeilijk, hè? We weten het. You and me. Even kijken. Allereerst, de woorden. De woorden komen veel vaker voor in het Nederlands dan woorden die beginnen met het. Hoeveel de woorden zijn er in het Nederlands, Maria? 75%. Wow, dat is heel veel. Ja. Ongeveer. Stel. Check it out. Stel, je weet even niet of het of de is. Ga dan gewoon voor de. Heb je veel meer kans dat het juist is. Daarnaast is er een regel dat voor meervoud dat je altijd de gebruikt. Kun jij een aantal voorbeelden noemen, Maria, van meervoud? Ja, natuurlijk. de meisjes, de lampen, de boeken, de mandarijnjes. Mandarijnen. De mandarijnen. En er is ook een regel wanneer je altijd het gebruikt. Wat is de regel? Verkleinwoordjes, denk ik. En wat is een verkleinwoordje? Met je in het eind. Met je. Je, pje. Kun je eens wat verkleinwoordjes noemen? Ja. Het is het boek. Ja. En het boekje. Het boekje. Het boekje. Boekje, wijntje, biertje, kopje. Volgens mij mis jij de kroeg. Misschien. boekje, ik mis ook de bibliotheek. Wij missen ook de bibliotheek. Bibliotheek Rotterdam. Even kijken. Dus voor de, dat gebruik je altijd bij meervoud. En het gebruik je altijd bij een verkleinwoordje. Maria, er ligt van alles hier op tafel. Gaan we een spelletje doen? We gaan een spelletje doen. Want wij hebben een fantastische tip voor jou. Jij zit waarschijnlijk thuis, net als iedereen. En wij dachten, wat kun je thuis doen om nou de en het te oefenen? Nou, ja, je kan ook een spelletje doen met jouw familie, met jouw vrienden, ook via WhatsApp en via andere app. House Party, goede app. Ja, House Party. nu lijkt het net alsof we gaan promoten. Maar wat je doet, ik zal het spel uitleggen. Het spel van de en het. Je verzamelt allemaal artikelen. Verzamelen. Uit je huis. Je legt die op een grote tafel neer. En je gaat met elkaar raden. Is het een de woord of is het een het woord? Wij gaan het even voordoen. Maria. Ja. Even kijken. Ik heb hier. Wat is dit? Afwasborstel. Ja. En het is de afwasborstel. De afwasborstel, helemaal goed. De afwasborstel, krijg je van mij. Dankjewel. Heb jij eentje voor mij? Ja, natuurlijk. Wat is het, Annelies? Het is een kop of een mok. Een kop of een mok. Of een beker. En het is de mok, de kop en de beker. Mag ik hem hebben van jou? Ja, voor thee of koffie. Top. Niet ervan. Dan krijg je van mij een glas. Voor wijntjes. Voor mijn drankjes. Voor jouw drankjes? Ja, het is het glas. Het glas. Fantastisch. Glas. Even kijken. Mandarijnen. Ja, mandarijnen. De mandarijnen. Het fruit. Dat is een hele goede, Maria. Ja. Want het is altijd het fruit. Kun je wat fruit opnoemen? Ja, de appel. De appel. Nog meer. De banaan. De mandarijn. De peer. De peer is goed. De peer. Oké. Doe maar. Wat je ziet, dit is ook een tip. Het fruit, dat is de verzamelnaam van al het fruit wat je kent. En het fruit wat je kent zijn bijvoorbeeld appels, bananen, mandarijnen, peren. Dan zeg je altijd de, ja? Zelfs de aardbeien.
de kiwi. Fruit is altijd de. En de verzamelnaam, het fruit, is het. Oké, nog twee voorbeelden van deze tafel. Wat hebben we nog? Het is het schilderij. Het schilderij. Het schilderij. En even kijken hoor, wat hebben we? Plantje. We hebben ook nog een plantje. Het is ook, het is de plant. En deze is vrij klein. Dus dan is het plantje. Met je in het eind. Helemaal goed. Verzamel een aantal items met je familie samen. Doe dit spel. En als je dan denkt, hey, maar is het nou de of het? Hoe kun je dat controleren, Maria? Met de app. Welke app? ja, de en het app. En we gaan een link plaatsen met de video. Ja, dus hieronder komt de link te staan. We plaatsen nog een link. Ja, voor meest gebruikte het woorden. Ja, dus als jij straks wil weten hoe je van het toilet naar het bed en alle andere het woorden goed kan gebruiken, dan plaatsen we hieronder een lijst van de meest voorkomende, de meest gebruikte het woorden. Nou, dit was het voor vandaag. Wij zijn er volgende week weer. Ga plaats hieronder wat je graag in de video's wilt zien. Plaats je leuke reactie. Subscribe als je meer video's, als je ze niet wil missen. En laat ons weten. Laat het ons weten. Ja, en tot volgende keer. Alles goed. Doeg!